What if I tell you that there is a way of fixing your neck or shoulder injury by working on the connective tissue down at your hip, your quads, calves, or even down your feet? I know just a man who is capable of doing that. This man lives in Schagen, a small place in the top of the Netherlands. And his name is Harry Hogenbos. He knows his way around fashion. But before we continue, I would like to show you a short video so you can all meet Fascia. And who would be better to demonstrate than the rider of Anemone Trames, Thomas W. Myers. Okay, so fascia is a perfectly good medical term that has been incorporated, neologized, brought into a different meaning. The medical meaning for fascia is certain sheets of biological fabric inside the body. So we talk about plantar fascia and plantar fasciitis. It's actually the plantar aponeurosis. We talk about the thoracolumbar fascia. It's actually the thoracolumbar aponeurosis and other things. We needed a word that would describe the whole net. Your body is held together by a net. If you're 65% water, depending on how fat you are, you're somewhere near 60-65% water, and how old you are. And why doesn't that water just end up as a puddle at your feet? You know, why don't you just have great big balloon legs? Because the fascia, because the biological fabric of the body, which is not dissimilar to the plastic in a plastic carrier bag that you bring your groceries home in, that fascia organizes the water into cells, organizes the cells into groups of cells called fascicles, because they're surrounded by fascia, and organizes that into a bag that you might call a muscle, and organizes that inside a bag. It's bags within bags within bags within bags, all the way down to the cellular level. You can just think of an orange. An orange is an easy way to think about that. Each drop of juice is contained within one of those little cells. Those cells are contained within the section. The section is contained within the rind of the whole orange. It's the same for a human being. You have small droplets of water, gel, but very watery gel, combined in a membrane, combined in a bigger membrane, combined in a bigger membrane, combined in the membrane of the whole body. So we really haven't had a word for that whole web work. We haven't had a word for that whole network. So fascia has been incorporated as a term for that whole webbing, the soft tissue webbing of the body. Now, in fact, that same kind of webbing goes right through your bones, and it goes right through all the cartilage that's at the end of the bones on your joints, and the cartilage that's right in here, and the cartilage that's in between your vertebrae, and all of that. That web work goes through all of it. It's very much like leather, like your belt or your shoes. That kind of thing is the fascia inside a bone, but then the bone has been impregnated with calcium salts, so it has that solidity. So you can either pull on a bone or push on a bone, and it will resist either one of those forces. Tendons, if you push on it, it's going to collapse, but it's great for tension. So tendon, in the new use of the word fascia, tendon is part of the fascia. All of the fascia that goes around the muscles and within the muscles and through the muscles and around the organs and through the organs and in between everything, it's all this network. And the only reason that it's new, it's not a new tissue. You've been dealing with, if you're a trainer, you've been training fascia since you started training. If you're a body worker, you've been working with fascia since you put your hands on the body. You can't avoid it. It's right under the skin here. So you're gonna come in contact with it. The only thing that's new, what's new is we're considering it as a system. We've thought about the plantar fascia, we've thought about the Achilles tendon, you can think about the central tendon of the diaphragm, you can think about the nuchal ligament. All of these are simply zip codes, or postcodes for those of you outside the United States. These are areas, but they have no separation. It's really important that you understand this. The science is that there is no separation between these things.
We have made the separation. We came along with a scalpel. We cut out the plantar fascia and said, see, plantar fascia. We cut out the biceps and said, see, it's a muscle called a biceps. But when in the action of cutting that muscle out, we cut it away from all the connections that it has. My work, the anatomy trains, is that the biceps has a connection up and down the arm. It goes up from there into the pectoralis minor and down from there to the thumb. There are specific connections from the biceps, north and south. There are also connections from the biceps east and west. It connects to the brachialis. It connects even over the intermuscular septum into the triceps fascia. When you are doing your preacher curl, you may be training the muscle of the biceps, but you're training all kinds of fascia around it. You're training the fascia that goes to the brachialis. You're even training the fascia of the triceps. I didn't say the muscle. You're training the fascia of the triceps when you're doing a preacher curl. And the ligaments, we've thought about the ligaments. Oh, nothing's happening with the ligaments, nothing's happening with the ligaments, nothing's happening with the ligaments. Bang, the ligaments come into use only when I get out to the end of the motion, whatever that end of the motion is. First I hit the muscle, then I'm going to hit the ligaments. And if you put my arm behind my back and lifted it up like you were my older brother trying to get me to do something, that pushing the head of the humerus against the weak part of the ligamentous capsule in the shoulder will persuade you to do anything that your older brother says. So this whole set of stuff works together in movement, and it also, this was the fundamental insight of Ida Roth, it deforms in response to your attitude. And I'm using the word attitude deliberately because I mean both the outer attitude, your posture, the way your body is in space, but the inner attitude as well. You don't see very many people going around going, I'm so depressed. If you're really going to be depressed and if you're really going to get any joy out of being depressed, you have to take the posture that goes with being depressed. Harry, in 1988 ben je afgestudeerd als fysiotherapeut. Daarvoor heb je het SEALS gedaan, meen ik. Daarna ben je gaan verdiepen in sportfysiotherapie. Je hebt gewerkt in praktijken in Nederland en in Noorwegen. Je hebt voetbalspelers geholpen, je hebt Olympische atleten geholpen. Je hebt tennissers geholpen. Werken met topatleten, dat heeft je natuurlijk ontzettend veel ervaring gegeven. En een van de meest belangrijke ingrediënten van het leven, passie. En met dat vuur ben je de wereld over gegaan. Je bent naar China geweest, Schotland, Zuid-Afrika, Israël. Om meer kennis te vergaren. En daar heb je geleerd wat voor een enorme kracht fascia heeft in het menselijk lichaam. En ik las op je website dat je op een gegeven moment hebt gespecialiseerd in connective tissue, ook wel fascia. En in 2016 heb je daarbij gezegd tegen je praktijk in Schagen met personeel en ben je helemaal voor jezelf begonnen met een frisse start. En nu zitten we hier. Dankjewel. Hoe ben jij bij fascia terechtgekomen? Ik heb een aantal jaren osteopathie ook gestudeerd. Daar ben ik om diverse redenen mee gestopt. Ik heb wel altijd een soort van onderbuikgevoel gehad van Oké, die membranen en die vliezen, die zitten eigenlijk door heel het lichaam heen. Die zitten niet alleen om de organen heen. Die zitten door heel het lichaam heen. Maar als die voor osteopaten zo belangrijk zijn, waarom zijn die voor ons als fysiotherapeuten niet zo belangrijk? Waarom doen we er heel weinig mee? Waarom weten we er zo weinig van? Maar dat is iets wat ik altijd een beetje wat in mijn onderbuik wat gezeten heeft. Maar kreeg je dat ook wel bij je opleiding bijvoorbeeld als sport? Nee, dat is echt jaren later. Gewoon dat kwam echt jaren later. Maar uiteindelijk ben ik gewoon wat meer deze kant op geraakt en gekomen. Doordat ik dus nogmaals altijd wel dat gevoel had dat er ook voor op het gebied van het bewegingsapparaat voor fysiotherapeuten of voor oefentherapeuten veel meer winst te halen zou zijn als wij ook die fascia zouden gaan behandelen. Mm. En ik denk een jaar of... Waar werd dat duidelijk uit dan?
Sorry? Waar werd dat duidelijk? Dat werd niet duidelijk. Dat was gewoon een gevoel, een intuïtie wat ik had. Omdat die fascia, dat wist ik al wel, en die vliezen, dat één continu doorlopend geheel in ons lichaam was. Mm. En alleen de know-how, er waren geen scholen, geen opleidingen. Er werd daar helemaal, ja, werd daar geen aandacht aan besteed. De theorie. Wel dat het er was, de anatomie wel, ja. Maar nooit in functie. En totdat ik een jaar of zeven geleden is op een seminar was, waarin op het gebied van de fascie hele bekende autoriteiten waren, Robert Slijp, Willy Fourie, Jan-Jaap Moret, Jaap van der Wal, niet vergeten, professor Huijing, een man die heel veel baanbrekend onderzoek gedaan heeft op dit werk, die waren daar allemaal present. Mm-hmm. En ja, ik moet toegeven, toen ik buiten stond aan het eind van de dag, toen stond het te stuiteren, toen had ik zoiets van ja, dit is waar ik al die jaren naar op zoek ben geweest. En dit is, er is dus blijkbaar wel wat. Er is dus blijkbaar wel op het gebied van het bewegingsapparaat waar fysiotherapeuten mee kunnen werken. En dat heet de fascia. Ja, en weet je nog ongeveer welk jaar dat was toen dat? Ik denk een jaar of zes en een half geleden. Ja. Oké. Okay. Ja. En hoe zou jij fascia omschrijven of uitleggen aan iemand die totaal geen bedoel heeft van wat het is? Ja, dat is natuurlijk iets waar ik dagelijks mee te maken heb. Ik ben begonnen met een soort van blog te schrijven ook, om dat maar eens een beetje duidelijk te gaan maken. Maar het is iedere nieuwe patiënt en iedereen die me ook op straat aanschiet van, ja, wat voor werk doe je nou eigenlijk? Mm-hmm. Ik probeerde de eerste keer als mensen bij me komen eigenlijk altijd heel simpel te houden. Door, laat ik maar zeggen, als je wel eens bij de slager komt en je ziet daar een groot stuk vlees liggen. Mm-hmm. En dan zie je daar waarschijnlijk ook wel een vlies overheen liggen. En als je nou eens kijkt, zo haaks, dat is al fascia. En als je ook nog eens een keertje haaks kijkt, dan zie je vaak onder het vlies, zie je eigenlijk vaak wel weer bundels lopen. Waar eigenlijk ook weer, waar je een rondje in kan herkennen. En dat is eigenlijk ook wel weer een vlies. En daar zal je er misschien meerdere van zien. Dus dat zijn allemaal vliezen. En wij bestaan en worden bijeengehouden door al die vliezen. Ja. En dat is één manier zoals ik het wel eens uitleg. Ik heb één keer op een vrijdag ik was toevallig op een donderdag bij de slager en daar haalde ik een kalfschenkel. Ik zou oosterboeken maken. En toen had ik die kalfschenkel op het aardig liggen. En toen dacht ik bij mijn eigen van, dit is eigenlijk ook een heel mooi, hoe je heel mooi kan zien in zo'n stukje doorsneden, ook weer wat fascia is. Als je een kalfschenkel hebt, dan zie je een stuk bot. Je ziet die spierbundels, vliezen er weer omheen. Dat wordt allemaal weer bijeengehouden door die vliezen. Nou goed, en zie die vliezen maar eens in je lichaam als één doorlopend geheel. Wat ik ook doe vaak is, ik laat wel eens een filmpje zien van professor Guimbertot, dat is een Franse chirurg. En die heeft hele mooie opnames gemaakt en die kun je gewoon op YouTube vinden. En dan leg ik ook uit wat die fascia is. Dus, maar en dan leg... dat heeft hij gewoon mensen opengesneden liggen? Ja, tijdens een operatie heeft hij dat gefilmd. Ja. Oké, okay, ja. Tof. Ja. Want ik heb ook wel eens een keer een filmpje gezien van waar Tom Myers... Kadavers aan het uitsnijden. Ja, maar het probleem met kadavers is altijd dat een kadaver is toch wel vaak uitgedroogd. Ja. En wat zo ongelooflijk essentieel is in het behandelen van fascia en in het bewegend functioneren van fascia, is eigenlijk dat het juist heel vochtig moet zijn. Het moet kunnen glijden. Op die manier kan het zichzelf ook voeden en zo. Ja. En op het moment dus dat de fascia verkleefd is, wat natuurlijk een beetje als het uitdroogt, wat je natuurlijk hebt als het bij kadavers is, ja, dan kan je het niet mooi laten zien. Je kunt wel de continuïteit laten zien, maar je kunt niet echt het hele mooie glijden wat fascia zou moeten doen. Ja. Dat kan je niet zien. Is het overigens trouwens ook zo dat fascia... Dat de Egyptenaar het allemaal wit maakt, omdat fascia ook wit is als het uitdroogt? Die is nieuw voor mij. Zo in ieder geval, die is nieuw voor mij. Te binnen schieten.
Om even wat verder in te duiken op jou persoonlijk, want ja, je bent net als iedereen ben je jong geweest. En had je op een jongere leeftijd ook wat meer affiniteit met sport, bewegen, willen begrijpen van het menselijk lichaam? Ik had zeker affiniteit met sport. Ik ben nooit een supergoeie tennisser geweest of een supergoeie voetballer geweest. Maar ik had wel heel veel affiniteit. Mm. Voelde wel veel betrokkenheid daarbij. Dat ik op het CIO zat, zat ik ook met gewoon jongens en meisjes op school in de klas die op hoog niveau sporten. Misschien al bijna professioneel, dan wel semi-professioneel. Dus die kregen vooral centjes betaald? Sommigen kregen al wat centjes betaald. En ik woonde ook op kamers met iemand die zat onder andere het Nederlands handbalteam. Dat zijn wel allemaal dingen waar je wat van meepakt. Mm. En dan kom je ook een beetje uit bij, laat ik zeggen, wat mijn... Waar die passie, waar die gedrevenheid een beetje vandaan komt. Dat is tegelijkertijd dat ik op het CIO zat, speelden ze hier bijvoorbeeld in de Noordkop heel goed basketbal. Dat heette geloof ik ook de Noordkop en heeft nog andere namen gehad. Maar die hadden bijvoorbeeld een coach, Ton Boot. En Ton Boot, dat was een heel gepassioneerde man. Ik weet niet of je hem wel eens... naam zeg je misschien helemaal niet. Hij schrijft nog steeds kolommetjes in de krant. Ook die lees ik wekelijks. Maar ik kon wel eens naar die man kijken. Gewoon hoe gepassioneerd of dat die man aan het coachen was. Ik zag soms wel eens hele doelpunten niet vallen, bij wijze van spreken. Omdat ik... En op een of andere manier heeft die man, is dat eigenlijk, daar heb ik wel geweten wat passie is. En dat heb ik wel een beetje kunnen doortrekken naar mijn werk toe. En ook niet in de eerste instantie hoor. Ik heb ook wel overwogen om eens wat anders te gaan doen. Maar, Maar wat raakt dat dan precies bij jou? Want als je iemand natuurlijk met superveel passie iets ziet... Dat het heel belangrijk is iets te vinden, zo was het voor mij... Dat je waar je echt helemaal in kon vinden. Ja. Gewoon iets waar je echt 100% in kon geven en voor kon geven. Ja, dat is wel... Dat zou je natuurlijk wel sneller gemerkt hebben bij al die mensen die natuurlijk vol ergens voor gingen. Ja, nou goed, en dat was natuurlijk een beetje wat je had op het CIO's. Mijn anatomie en fysiologiecijfers die lagen wel behoorlijk hoog. En op dat moment was eigenlijk ook de fysiotherapie wel populair, was in, was hot. Heel veel mensen in mijn omgeving deden dat. En ik had zelf ik zoiets van, misschien iets later iets dan van sport, fysiotherapie. Dus ik ben gelijk doorgaan leren. Nou, en uiteindelijk heb ik ook de sportfysiotherapie gedaan. Maar dan toen had ik nog niet helemaal het pad waar ik nu op ben, hoor. Maar zou je dus zeggen dat je op latere leeftijd pas echt hebt ondervonden wat passie is? Ja. Als jij passie in één zin zou moeten omschrijven voor jezelf, wat zou dat dan zijn? Op dit moment is het voor mij nog meer willen verdiepen, nog meer kennis willen opdoen op het gebied van de fascia. Ik vind dat gewoon... Maar vooral ook omdat de... hoe moet je dat zeggen? Er is momenteel heel veel research gaande over de fascia. Dus we gaan, bij wijze van spreken, wekelijks, maandelijks, jaarlijks... In ieder geval wordt er nieuwe kennis opgedaan. Die wordt ook één keer in het jaar gedeeld. En ik denk ook gewoon dat het opdoen van die kennis... Weet je, je kan niet alles weten... maar uiteindelijk is dat wel waar je wil graag de mensen helpen. En ik denk dat de fascia gewoon een onderbelichte structuur is geweest de afgelopen 40, 50 jaar. Ja. Dus en me daarin willen verdiepen, daarin nog meer kennis kunnen vergaren, ja, dat zie ik wel als een uitdaging. Dat gaat ook prima in het huidige klimaat. Niet dat je te veel boeken zit te lezen. Dat je vrouw een keer aan je oren trekt. Dat gaat gelukkig allemaal. Ik ben wel veel weg geweest afgelopen jaren. Maar dat heeft ze nooit tegenhouden. Zeggen, je hebt flink wat landen bezocht, las ik. Schotland, Zuid-Afrika, Israël. Waar ben je allemaal geweest?
Ja, Italië, Engeland, Noorwegen, Duitsland. Ja, dat zijn wel de landen zo'n beetje alles met elkaar. En waar ook echt om daar weer meer kennis op te doen omtrent het onderwerp? Ja. Ja. Wat eigenlijk. Cursussen? Of? Ja, het waren veel cursussen. En ja, die hele Anatomy Trains, ja, dat is best wel een hele studie als je dat uiteindelijk helemaal gaat afmaken met die structural integration. Ja, want hoe heb je überhaupt lucht gekregen van Anatomy Trains bijvoorbeeld? Nou, dat is wel een leuke. Zoals ik net vertelde, ik stond naar die seminar, stond ik stuiterend buiten. En toen ging ik op Google zoeken en daar kwam in ieder geval een cursus uit, die heette Facial Manipulation. Ik had geen idee wat het was, en op die manier dacht ik van, nou ja, weet je wat, ik schrijf me gewoon eens in op een cursus. En die cursus werd toevallig gegeven in Zuid-Afrika en ik was er nooit in Zuid-Afrika geweest. Ik denk, nou ja, weet je wat, ik boek een ticket en schrijf me in op die cursus. Ja. Maar daar, en dat was het leuke, daar kwam ik dus in aanraking met andere mensen die al heel veel wisten op het gebied van de fascia. En daar was ik zo enorm verbaasd over. Dat ik denk van, en er lag onder andere dus een boek van Tom Myers, The Anatomy Trains. En ik had geen idee wat me te wachten stond. Echt zoiets van, ik had alleen het gevoel, ik moet hier zijn. En daar hoorde ik voor het eerst van Tom Myers. Maar daar hoorde ik ook voor het eerst van, laat me zeggen, van David Lezenak, Benita de Wit, een Zuid-Afrikaanse, die zelf een soort van methode had ontwikkeld, die zat bij mij in de groep. Daar hoorde ik veel meer namen eigenlijk. En dat, toen dacht ik bij mijn eigen, oké, ik dacht dat ik wat wist, maar ik weet helemaal niks. Ja, en zo is dat eigenlijk een beetje wel begonnen. En je zat er met hoeveel man en voor hoeveel dagen was je dan aan het werk? We zaten er toen 10 dagen. En we zaten met een mannetje of 20 in de groep. En het leuke van dit soort cursussen in het buitenland doen is dat in Nederland, als je in Nederland de cursus volgt, dan zit je altijd alleen met fysiotherapeuten. En daar zat ik met hele andere disciplines ook. Ik zat er niet alleen met fysiotherapeuten, maar ik zat er met de chiropractors. Er was een oefenmaatje van me, osteopaten zaten. Er zaten massagetherapeuten. Er zaten rehab trainers zaten erbij, et cetera. De diversiteit was veel malen groter. En de interesse dus ook over de fascia. En in dit geval dan over die was vele malen groter. Vanuit diverse vakgebieden. En dat vond ik eigenlijk ook wel heel leuk en interessant. Ja, dat is wel best, ja. Heb je nog contacten overgehouden met die mensen? Ja, dat is altijd wel leuk, ja. Het reizen, het leuke van reizen, ook altijd het ontmoeten van mensen. En zeker, ja. En wat zijn voor jou de meest belangrijke dingen die je hebt meegenomen uit het reizen? En het leren in principe in het buitenland met andere mensen over. Ja, weet je, je moet gewoon leren. En weet je wat ik gewoon. En dat vind ik gewoon sowieso wel een beetje. Je moet leren openstaan. Je moet leren openstaan voor andere zienswijzen, voor een andere benaderingswijze, voor een andere. Er is niet één oplossing voor een probleem. Je kan een oplossing is voor iedereen uniek. En dat vond ik ook het leuke van die cursussen volgen met mensen met zoveel diversiteiten. En die hadden allemaal namelijk brachten hun eigen specifieke stukje kennis ook weer mee. Hè? Ja. Maar en dat tezamen integreerden zij ook weer in die fascia, werd voor hun ook weer geïntegreerd in hun werk. Ja. En ik vind het belangrijkste is gewoon dat we leren openstaan. Ja. Ja. Had jij zelf nog persoonlijke problemen of zo met lichamelijke klachten of zo, of emotionele zaken die toen in één keer aan bod zijn gekomen? Nee hoor, nee. Andere mensen wel? Ja, je vindt natuurlijk altijd wel. Kijk, weet je, ik ben ook geen 18 meer, dus ik was ook wel eens stijf in mijn rug. Of weet je wel, natuurlijk hebben we allemaal wel eens wat kleine mankementjes, maar. Maar goed, er waren wel een paar mensen bij die echt tijdens de afgelopen jaren die ik gezien heb op cursussen, toch wel
en fysieke mankementen hadden en toch ook persoonlijke probleempjes wel hadden. Ja. Ja, maar die voor mezelf niet. Oké. Nee. Wat zijn voor jou de tofste dingen die je toen in het buitenland hebt gezien? Ik kan me voorstellen, als er mensen zijn die wel problemen hebben en in één keer iets niet kunnen en in één keer na wat flink wat bodywork met al die toppers, in één keer wel iets kunnen. Ik denk dat je nou veel moet oppassen door het proberen willen neer te zetten dat het werken aan de fascia iets kan zijn waardoor je een soort van quickfit gaat worden. Dat is het zeker niet. De fascia is een systeem. Hè? De fascia, dat heeft geen begin, heeft geen eind, heeft geen. Dat loopt overal tussendoor, loopt overal omheen. Het heeft invloed op alles. Dus weet je, natuurlijk maken we allemaal doen we allemaal wel eens wat waardoor iemand in één of twee behandelingen genezen is. Maar in dit werk probeer je eigenlijk vooral het lichaam weer goed te kunnen laten functioneren als geheel. In plaats van als een stukje onderdeel. En dat is, ja. En hoe zie je dat voor je in de hedendaagse maatschappij? Want mensen zitten heel veel, mensen fietsen veel, we gooien niks meer. Dus als je dan in principe iemand helpt en je lost wat op in wezen... Ja, moet je die ander... symptomen natuurlijk, want iemand blijft vervalt weer in zijn oude bewegingspatronen. Dat lijkt mij in ieder geval heel moeilijk in deze maatschappij. Hoe denk jij daarover? Nou ja, weet je, het is natuurlijk wel zo dat als iemand bij mij onder behandeling is of geweest is, dat je hem wel blijft adviseren om te blijven bewegen. En vooral die diversiteit aan bewegingen te brengen in het lichaam. Weet je, kijk, iedereen weet wel dat een fietser die van zijn fietsafstand, Tom Dumoulin, om maar wat te noemen, dat die zal daarna niet echt makkelijk kunnen hardlopen of een bal weggooien, want die heeft de hele tijd voorover gezeten. Maar hetzelfde geldt natuurlijk inderdaad voor een vrachtwagenchauffeur die de hele tijd achter het stuur gezeten heeft. Die zal dat ook niet makkelijk kunnen. Ja. Neem niet weg dat ze daarna heel veel moeten proberen te doen aan stretching in de diverse richtingen. Echt. En of je dat nou doet middels yoga of wat andere oefeningetjes, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar dat is wel altijd daar advies wat ik meegeef aan mensen. Omdat je maakt, doordat je juist die vliezen losmaakt, is de bedoeling dat ze het zelf gaan onderhouden. Ja. Maar mis je een stukje integratie? Omdat iemand die natuurlijk veel zit en je vervolgens zou iets losmaken, je geeft hem de vrijheid weer, dat het lichaam nog wel weet hoe het moet bewegen. Ja, ik denk het wel, ja. Want het lichaam heeft best wel een heel groot geheugen. Ja. Ja, jij hebt ook een groot geheugen voor bewegen. Of je het altijd gelijk vloeiend en goed uitvoert, ja, dat zal een kwestie van herhalen zijn. Maar het lichaam heeft best wel een groot gevoel voor geheugen. Ja. Oké. Okay. En om maar eventjes in het kader van de hedendaagse maatschappij te blijven, vroeg ik me af wat jouw visie is op het gebied van de fysio in Nederland. Want iets wat mij net opviel bij jou was dat toen je naar het buitenland afreisde, dan kwam je natuurlijk in één keer in kringen terecht met heel veel verschillende soorten disciplines, wat in één keer een hele andere gedachtegang kan brengen die ook heel waardevol zijn. Ja. En hier zit je natuurlijk met fysiotherapeuten die zich specialiseren op alles en nog wat, maar ja, wat is het spectrum van hen tegenover de mensen die je kan, of tegenover het spectrum wat je daar voorgeschoteld krijgt? Nou ja, weet je, kijk, wat ik vind... Kijk, de fysiotherapie heeft in Nederland best wel een hele belangrijke plek in onze samenleving. Jaarlijks komen er altijd wel weer cijfers uit over klantvriendelijkheid en deskundigheid en bejegening en ga zo maar door. En fysiotherapeuten scoren daarin eigenlijk altijd heel erg goed, komen met hele mooie cijfers uit de bus. Dus het heeft zeker absoluut een plaats in de samenleving. Ja, tegelijkertijd, waar ik tegelijkertijd wel een beetje bang voor ben, is binnen de fysiotherapie
dat we hebben zoveel specialisaties gekregen inmiddels, dat je af kunt vragen van wat is nu direct nog fysiotherapie, of in hoeverre voldoet een opleiding fysiotherapie, moet een opleiding fysiotherapie voldoen, welke eisen moeten daaraan gesteld gaan worden. Even een paar voorbeeldjes misschien is, wat we natuurlijk de hele dag hebben is de we hadden vroeger, de eerste was de manuele therapie, je had de hand en pols of de handtherapie, we hebben bekkenbodem of bekkentherapeuten, we hebben schoudertherapeuten, we hebben knietherapeuten, we hebben heuptherapeuten, we hebben allemaal specialisten, we hebben hoofd, nek, kaak specialisten en een van de rugspecialisten niet te vergeten. En we hebben de laatste specialisme wat ik gezien heb is een buikspecialisme. Ja, weet je, dat zijn allemaal fysiotherapeuten en die hebben zich allemaal gespecialiseerd op een stukje. Ja, goed, en de vraag is, in hoeverre heb je nog een fysiotherapieopleiding direct nodig, als je toch alleen maar een hele fysiotherapieopleiding nodig, als je direct alleen maar gaat specialiseren op een stukje buik, ja. Of op een stukje pols, of op een stukje hand, of op een stukje elleboog, een stukje schouder enzovoort. Snap je een beetje, ik ben daar een beetje bang voor, dat de fysiotherapie... Terwijl uiteindelijk, en dat is iets waar ik wel een beetje bang voor ben. Ja. En goed, weet je, ik heb natuurlijk jarenlang een praktijk gehad. Ik heb ook gewerkt met stagiaires en... Men is eigenlijk geneigd om gelijk met mensen ook te gaan oefenen, terwijl niemand is bezig zijn de voorwaarden er wel om te gaan oefenen. Ik mis in de huidige fysiotherapie, ben ik toch wel bang voor dat we een veredelde oefentherapie gaan worden. Dat is misschien ook wel welke kant we opgaan, maar... Maar zou je een concreet voorbeeld kunnen noemen? Een aantal jaar geleden was er waren er opleidingen in Nederland die gooiden onder andere de massagetherapie eruit. Mm-hmm. Fysiotherapie is relatief gezien een jong vak. Ja. Volgens mij ergens in de jaren 60 ontstaan, als ik het nog goed heb, uit massage. Heilgymnastiek en fysische therapie. En die drie pijlers die vormden de basis van wat de hedendaagse fysiotherapie is. Nou, wat de hedendaagse fysiotherapie, die begon op een gegeven moment, is die fysische therapie, het gebruik van allerlei toedienen van fysische prikkels als warmte, koude, golven, korte golf, lange golf, ultrageluid, noem het allemaal maar op. Weet je, dat raakte een beetje in de elektrotherapie, dat raakte allemaal een beetje in de verdrukking. Dat raakte er wat uit, maar op een gegeven moment begon de opleiding ook massage eruit te gooien. Mm-hmm. En ja, weet je, dan heb je eigenlijk nog maar één pijler waar je op rust, dat was de heilgymnastiek, oftewel de oefentherapie. Mm-hmm. En dat is de enige pijler nog waar je dan op rust. En zo kwamen de mensen eigenlijk ook een beetje binnen. Ja, massage hadden ze niet meer gehad. Ik had een stagiaire, die volgde in de eigen tijd, volgde in de opleiding tot masseur. Of tot sportmasseur, gewoon omdat ze zoiets had, ik wil toch wat, die miste dat. Ik geloof inmiddels dat ze het wel begonnen zijn weer terug te draaien, of dat het weer actueel is. Maar goed, nogmaals, dat vond ik wel een gevaarlijke tendens binnen ontwikkeling binnen de fysiotherapie. Ja, hoe kan dat gebeuren? Ja, dat zijn misschien wel dezelfde krachten als die nieuwe ontwikkelingen binnen de fysiotherapie tegenhouden. Je hebt beroepsgroepen en je hebt opleidingen. Je hebt een stuk werkveld. En ik denk dat die met z'n allen eigenlijk toch wel een beetje de nieuwe ontwikkeling een beetje tegenhouden. Mm. Ja, en kijk, weet je, het is ook hoe dat nou ook weer kan ontstaan, weet je, dat is, de factor tijd speelt natuurlijk ook een rol. En dan moet je bijvoorbeeld even denken aan het feit dat
Een heilgymnastiek, zoals vroeger in de jaren 60, 70, 80, laat ik zeggen, de oefentherapie was. Dat was een hele kleine ruimte. Er was een Zweedse bank, er waren wat matten, er was een wandtrek, er waren wat kasten enzovoort. En daarop werd de hele oefentherapie werd daarmee gedaan. Ja, en tegenwoordig, ja, weet je, we hebben natuurlijk in sportscholen fysiotherapiepraktijken hebben of een sportschool eraan vastgebouwd aan hun praktijk. Of ze zijn wat ik een aantal jaren geleden gedaan heb. Die zijn ingetrokken in de sportschool. Ja. Je hebt dan natuurlijk enorme oefenfaciliteiten. Dus alleen dat heeft blijkbaar weer het werk, de opleidingen doen denken en de beroepsgroepen gaan doen denken van, nou ja, we moeten ons veel meer richten op de oefentherapie. Dus vandaar misschien die massage aan de kant geschoven is. Vandaar ook de fysische therapie misschien al, nou ja, dat was al een beetje aan het ondersneeuwen. Mm-hmm. Dat het eigenlijk zo een beetje de factor tijd daarin een rol speelt. Ja. Want fysio, vanuit business-wise, ja, het kan natuurlijk wel vrij lucratief zijn als mensen al problemen blijven behouden. Maar ik denk in wezen, omdat je dus in een maatschappij zit waar mensen gewoon heel veel zitten, auto rijden en op de fiets in Nederland. S'avonds op de bank. En s'avonds op de bank zitten, weet je, dat het uiteindelijk toch alweer terugkomt. Dan zou dat een grote reden kunnen zijn in het tegenhouden van dat soort ontwikkelingen in de fysiotherapie? De ontwikkelingen van de fysiotherapie hangt niet naar mijn idee samen met het feit dat wij onze levensstijl aan het dat we een wat meer zittende levensstijl hebben, dat geloof ik niet. Nee, de ontwikkelingen, nee. En waarom heb jij dan ontbonden van zorgverzekeraars? Dat heeft te maken met het feit dat zorgverzekeraars, die bepalen eigenlijk een beetje al direct of indirect wat goed is voor jou, welke therapie jij, wat werkt voor jou. En dat is natuurlijk ook een beetje onze beroepsgroep. Is daar ook weer natuurlijk heel erg, of onze beroepsgroep, ik ben geen lid meer van het KGF, maar de beroepsgroep fysiotherapie is daar ook heel lang debet aan geweest, omdat die alles maar ging protocoleren. En al die protocollen, die hebben ertoe geleid dat we allemaal een soort van eenheidsworst zijn en dat we het allemaal moesten doen als we dat allemaal zo deden, dan hadden we ons allemaal aan het protocol gehouden. Als we dan ons protocol gehouden hadden, dan zijn we onfeilbaar geweest. Mm. Ja, weet je, en ik ben toch een beetje van mening dat ieder individu uniek is. Dat iedere klacht zijn eigen aandacht verdient en zijn eigen benadering heeft. Omdat ik heb nog nooit iemand gehad in mijn hele leven met dezelfde klachten. Nee. Dat was voor mij een reden om zowel te stoppen met lid zijn van een beroepsgroep. Die mij gaat vertellen wat ik moet doen en hoe ik het moet doen. En zorgverzekeraars die er ook nog een tarief op plakken. Die vinden dat jij dat mag verdienen. Ik heb heel veel geld en heel veel tijd gestoken in het opdoen van kennis, et cetera. Ja. En ja, weet je, en als je nu gaat kijken zoals ik het vak nu benader, ja, dan ben je eigenlijk ook al een beetje de fysiotherapie ook een beetje aan het ontstijgen. Ik bedoel, ik pas niet meer binnen het domein fysiotherapie helemaal met mijn wijze van denken en redeneren. Want dan moet ik een schouder steeds maar behandelen volgens hun protocol. En meteen dat we naar een paar structuren kijken, in plaats van dat we naar heel het lichaam kijken. Dus. Nou, hoe werkt het dan precies? Stel, ik heb een schouderblessure en dan ga je met mijn schouder aan de slag. En vervolgens tik je in, nou, ik heb zijn schouder bekeken of zo. En dan krijg ik de centje overgemaakt van de verzekeraar of zo. Hoe dat werkt bij mij is, je krijgt gewoon een factuur mee, alternatief. En die factuur die kun je indienen bij je zorgverzekeraar en daar krijg je een x-bedrag van terug. Ik ben aangesloten bij de VEBAG onder andere. En dat is een vereniging voor alternatieve gezondheidszorg, beroepsvereniging. Die hebben ook eisen, moet ik ook aan bijscholingen doen. Maar daar past dit prima bij in. Veel osteopaten zitten erbij, ook chiropractors zitten erbij in.
Ja. En denk jij trouwens, om even terug te gaan naar iets van buitenland, wat een mooie visie is voor de moderne gezondheid? Want ik heb het idee dat je uit het buitenland heel veel van waardevolle kennis hebt meegenomen. En die in Nederland nog niet door heel veel mensen... Ja. Ik heb het idee dat er in het buitenland iets meer zit qua kennis en visie dan in Nederland. Hoe zie je dat? Ik weet niet of er meer kennis is. Weet je wat in ieder geval is? Is de attitude is anders. Ze zijn in ieder geval staan veel meer open. Zij zoeken veel meer de integratie in de zorg, waar van elkaar veel meer het willen leren van elkaar. Het elkaars specialisme dan nog eens een keertje bij wijze van spreken willen gebruiken. Dan dat wij hier in Nederland houden we zo sterk vast aan we doen het zus of we doen het zo. Weet je wat ik net een beetje zei over die protocollen? En daar, nogmaals, daar zijn ze veel meer open. Daar zijn ze ook open voor andere therapieën. Daar zijn ze ook veel meer... Daar in Finland, bij wijze van spreken, daar een van de goede vrienden en kennissen die ik daar aan overgehouden heb, die voor hem... In Finland speelt het niet een rol. Dan mag je rustig cursussen doen die niet helemaal binnen het domein van de fysiotherapie passen. Als je daar wat craniosacraal zou willen doen, of je volgt daar een cursus facial manipulation, dan past dat allemaal binnen het domein, binnen de ontwikkelingen van de fysiotherapie. Ja. En hier hebben we die... Dat is wat ik gewoon mis in Nederland. En wat daar veel opener is, veel ruimer is. Men is daar veel eerder bereid om waardevolle dingen te zien. Hier willen we alles tegenwoordig veel te wetenschappelijke bewijzen en onderbouwen. Dat is ook een kwestie van voelen. Alles moet hier wetenschappelijk bewezen zijn. Ja. En dan pas mag je het doen. Terwijl het eigenlijk misschien wel is dat 40% maar kennis is en 60% is experience. Hmm. En daar is waar we wat meer voor moeten openstaan. Je moet dat niet continu maar willen omdraaien. Dat we nadruk wel naar 100% wetenschappelijk hebben. Nee, het gaat ook om de experience die we hebben. Maar dat, dat stukje, dat is in het buitenland vele malen. Dat bedoel ik ook met een stukje openstaan. Daar zijn ze in het buitenland vele malen meer bereid toe om dat te accepteren. Mm. Wij willen alles maar wetenschappelijk doen, maar... En wat zijn dan de mensen waar jij naar kijkt om van te leren in het buitenland? Degene die heel veel research doet, waar ik wel eens een paar workshops bij gevolgd heb. En ook in Ulm wel eens drie dagen symposium bij gewoond heb over fascia en sport. Dat is Robert Slijp. Robert Slijp zit daar op de universiteit, heeft haar eigen laboratorium en doet daar heel veel research. Heeft zijn eigen team om zich heen. Dat is een heel interessante man om te volgen. Er zijn mensen als Tom Myers, David Lasernak. Er zijn er nog wel een paar hoor. Eric Dalton, de familie Stecco niet te vergeten. Dat vind ik ook wel heel belangrijk. Luigi Stecco, de grondlegger van de facial manipulation. Die komt uit Italië. Ja. Die heeft twee kinderen. Ik weet niet of hij er trouwens nog meer heeft, maar hij heeft twee kinderen. Allebei arts. En de ene is, laat ik zeggen, is een revalidatiearts. En de andere is een Carla Stecco, is ook anatoom. En die heeft een fantastisch boek gemaakt van ook al haar dissecties. Ontwikkelde dat ook steeds meer en meer, ook om onderbouwingen te zoeken, hè? Mm-hmm. Voor het werk wat we doen. Maar dat zijn toch eigenlijk wel de mensen om het te volgen. Ja, absoluut. Ja. En zijn ook mensen, dat zijn dezelfde mensen die ook hun nek uitsteken, vind ik altijd, om bekritiseerd te worden. Dus ja. Dat vind ik sowieso, tenminste dat is persoonlijk, ik vind dat heel belangrijk als je dat ook durft te doen. En,
Anders kom je niet verder, hè? Ja. Even kijken. Ben jij al wat vaker in je leven? Want je hebt natuurlijk met topatleten gewerkt en zo. Heb jij mensen gezien die echt perfecte biomechanica hebben? Of dichtbij van? Nou, dat vind ik ook een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Kijk, als je een topturner heeft een andere, zijn lichaam vraagt een andere balans, een kracht, coördinatie dan een topvoetballer. En vraagt weer een andere dan een toptennisser. Heb je de perfecte... Nou, ik moet zeggen, zo heb ik het eigenlijk... dan moet ik eigenlijk misschien wel de antwoord schuldig blijven... dat ik niet helemaal weet wat de perfectie binnen de... Dat is, dat vind ik heel moeilijk om te antwoorden. Maar ik heb wel, laat ik zeggen, fantastische voetballers gezien... met een hele mooie stabiliteit en coördinatie in hun lichaam. Maar die heb ik ook op turners. Laat me zeggen, of een goede tennisser of een goede atleet. Ja, dat... Maar als je er gewoon zo naast zou denken, bijvoorbeeld een Usain Bolt of zo, of een Cristiano Ronaldo. Ja, ik vind Ronaldo wel een hele... Maar goed, dan praat je niet, dan heb je hem zelf behandeld, hè? Ja, precies. Dan heb je weet je, maar ik vind bijvoorbeeld zo'n persoonlijk vind ik bijvoorbeeld zo'n Ronaldo, die zoveel facetten in zijn lichaam heeft. Ik heb wel eens een keer die documentaire gezien, die jullie misschien ook wel gezien hebben, waarin hij springt en klopt. Ja, en weet je, hij heeft zo ongelooflijk veel facetten in zijn lichaam, die gewoon in zijn timing, weet je, dat zo mooi klopt, zo vloeiend kan uitvoeren. Ja, dat vind ik wel. Maar, en dan, dat is het leuke. Fascia, om daar even dan bijvoorbeeld even een link naar terug te maken, die is ook gevoelig voor ouderdom. En ook voor uitdroging. Mm. Dus, en naarmate we ouder worden, hebben we daarmee natuurlijk wel te maken. Die kwaliteiten, die nemen we wel af. Dus ja. Naarmate laten we zeggen, als we nu een hele mooie ballerina hebben, ik noem maar even wat, maar we vragen over 50 jaar of 60 jaar of ze nog eens even dat we doen, zal het er waarschijnlijk toch een stukje anders uitzien. En wat zijn toen nog jouw meest toffe ervaringen die jij hebt meegemaakt door het werken met fascia? Kijk, ik zie laten we zeggen, mensen soms met hele langdurige klachten. Die vaak al heel veel specialisten gezien hebben, artsen gezien hebben, diverse therapeuten, behandelaars, et cetera, gezien hebben. En ik vind het mooi als ik, en dat geeft me ook, mij ook persoonlijk weer, wel steeds weer de kick in de energie, om weer door te gaan met de dingen waar ik doe, om het verschil te maken. Dat je toch, ondanks dat al die mensen hebben allemaal deskundigen, mensen opgezocht, hebben allemaal deskundige hulp gehad, hebben deskundige hulp gehad bij de revalidatie na een knieblessure of kruisband of noem maar op. Maar toch wil het succes niet helemaal komen, hebben misschien nog een keer een tweede operatie gehad. En dan komen ze uiteindelijk hier en dan kan ik kijken op een andere manier naar het lichaam. En dat mensen weggaan en het gevoel hebben gehad van, hey, verrek, er is wat anders. Het is toch anders dan al die anderen waar ik geweest ben. En dat is het mooie als je dat gevoel een beetje, als mensen met zo'n gevoel de deur uitgaan, dat is het allerbelangrijkste. Weet je, succes is voor mij niet zo. Weet je, iedere therapeut heeft wel een keer die lucky shot, maar dat is niet belangrijk. Belangrijk is als je mensen met een goed gevoel de deur uitgaan, dat ze eindelijk is, dat er echt eens op een andere manier gekeken is. Niet weer diezelfde testjes, niet weer diezelfde onderzoeken, niet weer diezelfde. Nou ja. Ja. Harry, fascia en emotie. Heb je daar ook nog wat interessante dingen mee ondervonden? Weet je, tijdens het werken met de fascia maak je soms letterlijk en figuurlijk wel wat los in mensen.
En het, ja, het komt best wel eens voor dat dat, dat mensen in tranen raken of even een momentje voor zichzelf willen. Ja, dat komt omdat je ook ja, je raakt mensen aan en soms wordt er iets, maak je letterlijk en figuurlijk iets los in mensen. Mm. En ja, er komen er ook wel wat emoties bij vrij. Ja. Ja. En om even een beetje naar het einde toe te gaan spitsen. Heb jij nog persoonlijke doelen voor de toekomst? Of persoonlijke... Want ik weet dat jij met een lessysteem bezig was. Sorry, met? Met een lessysteem... Ja, nou ja, weet je, ik denk dat, er wordt vaak aan mensen, door mensen tegen mij verteld van, ja, weet je, deze kennis die jij hebt, die mag je niet voor jezelf houden. Mm. Ik maak natuurlijk gebruik van heel veel scholen, heel veel diverse soorten kennis. En dan, daar krijg je eigenlijk weer een, laat me zeggen, een soort van Harry-methode van, hè, om het maar even zo te zeggen. En dan mensen zeggen van, ja, weet je, die kennis moet je delen. Ik heb ooit wel eens voorgesteld aan een praktijk waar ik een presentatie had gehouden van, nou, weet je, ik wil gerust wel wat doen voor jullie. Ja, toen was het antwoord van, ja, maar wij zijn al goed genoeg. Mm. Dus ja, weet je, dat, aan de ene kant vind ik het leuk om kennis te verspreiden. Aan de andere kant denk ik ook wel dat ik mensen wat kan uitleggen. Maar mijn persoonlijke doel eigenlijk misschien voor de toekomst is eigenlijk dat ik door wil gaan met mij te ontwikkelen. Maar in welke richting? Dat is eigenlijk wel een beetje wat mijn patiënten bepalen. Mm. Want je wil natuurlijk voor iedereen wil je eigenlijk wel kunnen helpen. En je bent altijd wel een beetje op zoek, maar waarom lukt dat dan niet? Wat schiet ik tekort? Yeah. En dat je, mijn doel is eigenlijk, of niet mijn doel, maar ja, dat zit er een beetje in me, dat ik zoiets heb van, verdorie, wat mis ik nou waarom ik diegene niet heb kunnen helpen? Mm. Ik kan niet iedereen helpen, dat is absoluut onzin. Ja, dus dat is in principe het delen van je kennis en het blijven ontwikkelen in de punten waar je net tekort komt. Ja. Ja. Oké. Dan heb ik als slot nog twee vragen. Wat voor een advies heb jij voor mensen die vechten met blessures? De allerbelangrijkste vraag is, wat ik heel vaak in het werkveld tegenkom, is dat mensen heel vaak zeggen, ik ben eigenlijk, ik ben nu wel bij jou, maar ik ben eigenlijk wel heel tevreden met de therapeut bij wie ik ben. En dan ben ik al een paar jaar. Mm. En dat gaat eigenlijk wel, maar mijn zoon of mijn dochter heb gezegd, of mijn vader of moeder heb nu gezegd, dat ik maar ook eens een keertje naar jou toe moet. Ik denk dat mensen daar zelf een rol in zichzelf moeten vraagstellen. Ja, weet je, nou ben ik al een jaar bij die fysiotherapeut of osteopaat, whatever, maakt allemaal niet uit. Ja. Wel bij die behandelaar. Een hele aardige persoon en ik wil hem zeker niet voor het hoofd stoten, maar ik blijf toch wel last houden van die schouder. Neem het initiatief en ga toch ook even verder kijken. Ja. Dat is eigenlijk, en je hoeft niet gelijk te shoppen, dat is onzin. Mm-hmm. Maar als je al heel lang bij iemand bent, hou zelf het initiatief. Ja, dus eigenlijk even een stukje reflectie van in hoeverre brengt het mij wat het zou kunnen brengen in zo'n tijdspan? Ja, vind ik eigenlijk. Als patiënt zijnde. Ja. Ja, vind ik absoluut, ja. Ja. Hij is natuurlijk ook moeilijk, want je hebt natuurlijk ook zo'n band met een therapeut. Maar dat is ook precies de reden waarom mensen pas ook na hele lange tijd bij me komen. Ja. Ja, dat geloof ik. En dan heb ik nog een vraag gestolen van London Real. Daar vraagt de interviewer namelijk altijd aan het einde, wat voor een advies zou jij geven aan de 20-jarige jij? ik ga hem als volgt beantwoorden, deze vraag. Matthijs, volg geen pad. Volg geen pad, maar zet je stappen vooruit en er ligt een pad achter je. En ik denk dat dat het antwoord is, want je kunt wel heel erg veel dingen vooruit plannen en hoe je het gaat, maar dat heeft helemaal geen zin. Nee. Was ik ooit aangenomen bij een sollicitatiegesprek, had ik helemaal buiten de fysiotherapie gekomen. Ik wil dingen lopen ook een beetje zoals ze lopen, maar het is wel heel mooi als je op een gegeven moment
datgene kan doen wat je heel graag wil doen. En waar je op een gegeven moment merkt van, soms doe ik best wel leuke dingen, weet je. Volg geen pad, maak je eigen pad. Doe jij ook, dus doet de cameraman ook. Die doet ook zijn eigen pad. Nou, dan sluit het daarmee af, Harry. Top, hartstikke bedankt voor je tijd en voor je antwoorden en je gedachtes. Dan sluit ik het af bij deze. You're welcome. Awesome. And if you learned something from this video, then don't forget to give this remarkable piece of content big thumbs up. And if you want to see me testing out unusual therapies, tools, or speaking with experts and innovators, then you can subscribe to this channel and hit the notification bell if you want to stay updated on the things that I do and learn during my personal injury quest. And I really hope that it may inspire or makes you try out new things, so we can all improve our lives and function, move normal, you know, just human stuff. So, with that being said, cheerio.